315 goochelaars zijn gisteren gehuldigd door Rotary Club Paramaribo Residents. Vanuit mooi versierde auto's konden de bestgeslaagden van Suriname hun goochelo-certificaat in ontvangst nemen. De activiteit had plaats op het parkeerterrein van Asuria High Rise. Al 19 jaren beloont Rotary Club Paramaribo Residents de bestgeslaagden van de lagere scholen. Vanwege de COVID-19-pandemie is deze huldigingsdag op een andere wijze georganiseerd dan de voorgaande jaren. De organisatie heeft ervoor gekozen de huldiging dit jaar het karakter te geven van een drive-through-event, waarbij de geldende COVID-19-maatregelen in acht zijn genomen. Naast het certificaat ontving elke bestgeslaagde een tas met geschenken van de organisatie. Het GoGlow-project van de Rotary is bedoeld om leerlingen van de zesde klas te stimuleren hun best te doen en hoge cijfers te halen, waardoor zij de toets met vlag en wimpel kunnen doorstaan.